tussen 12 en 1. Houden we de problemen. Verloop in de Villechicane voor daar de gestrande Lurani Formula Junior wagen weg te halen. Zo dan. Kunnen de wagen 74 zijn van de gestrande Veranda Formula Junior uit 1959. En de nog steeds stilste tijd van 1.50.559 in deze kwalificatiesessie. Thank you.
Het is een
niet de juiste kunnen herkennen, klopt dat het was in een kuil. Die was stilgevallen en aan het einde van de 16 zo goed tijd op de roodvlak had veroorzaakt. Hij is net ons voorbij gekomen, dus de gaat straks opnieuw op pad gaan, zodat we juist gezien hebben. Hij is dus voor die onderbreking en dus een fortuin deze kwalificatie. Thank you.
Het wordt wel in de 53. Op de verkoper in Polen tot nu toe. Dat mogen zo. In de 52. Dat is een Met zijn de vroeger is een stuk kleiner, want ik ga op en één klik tellen slechts 1 en 2. Ik heb nu met de Google geschatten op 17 van de referentietijd. Erik Nieuwes en Erik Breinhoven vallen terug. Ja, op je vierde plek staan op het schotte veer van de Kuil. Dat zijn de Ford Capri, Evert-Jan Alders, 7e in de BMW van het Davy Coremans. Geloof ik, de 234 SX. Dat kan niet iedereen heeft de achterste van zijn kopen. De Kuil in de 55 meter van de Capri. Van Bertunissen in de BMW, de 69. Of de geborgen niet met probleem aan de kant. Dit geld had ik gedacht. Thank you.
Ik heb een beetje een
En dan is er een in de hand krijgt dan ook een rode vlak. Tijdens de eerste kwalificatiesessie krijgen we iets vroeger dan verwacht de stopzetting van de sessie. En Emanuele Naspetti. De voetbal bestuurd vroeger door Lucien. Oh, my God.
We'll be right back.